Ah, das von dieser Kamera, wir haben das nicht von dieser. Das von die. Das von Telefon. Ja. Ja, 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 ja. Ja, hallo. Новый микрофончик, Антон. Dann wir haben noch ein Kehr live tun für Instagram. Matthias, oh sorry, für YouTube. Kaunter zwischen Ton und Mekadoche. Und ich habe ich kriege genau an der Kindes vor Mutter da. Ja. Momentchen, Matthias noch bezig mit der Verbindung. Annika. Niet zo gemakkelijk natuurlijk als we dachten. Zo ga ik doen. Ja. Kan starten? Ja. Oké. Hallo iedereen. En ik ga misschien eerst wensen jullie fijne moederdag. Een superleuke fijne moederdag. En dat is mijn bloemetjes dat ik heb al gekregen. En ik ga vertellen voor onze YouTube-auditorium over kraaltjes. Wat is nieuw deze week gebeurd bij Hobbyfest? Ik weet niet, ik moet naar deze camera... Of naar deze camera kijken. Alle twee is goed. Ja, ik ga dan deze camera draaien. Ik ga nog een keer... voilà. Ja, ik was nieuw live op Instagram, want het is niet direct gelukt om ze connectie maken met Instagram, YouTube en Facebook. En Facebook misschien ook. Kunnen we verbinden? Ja, ik ga nog een keer... Mijn tafel chaotisch. Ja, ik ga nog een keer het bladje voor Matthias. Ik ga nog een keer vertellen wat het nieuws eigenlijk bij Hobbyfest deze week gebeurt. En ik hoop dat jullie kunnen mij goed horen. Ja, oké. Okay. Wat... Welke nieuwe kraaltjes? Ik heb al getoond die grote pak gekomen van Boeken. En ik ga nu tonen wat is eigenlijk precies gekomen. Ja, hier is al cabochons. Misschien ga dat met cabochons starten. Ze al liggen op mijn tafel. En ik ga met dat starten. Dus nieuwe cabochons van Boeken gekomen. Nieuwe kleurtjes. We hebben al kleurtjes. En dat is nieuw kleurtjes, blue ceramic look. Ja. Dat is deze. En wat is nog bijgekomen? Dat is alle pakjes. Wat is nog bijgekomen? Dat is mat violet. Metallic mat violet spot. Ook heel mooi, prachtige kleur. Zo snoepjes, die cabochons. Ja. Ik ga direct waarschijnlijk aan de kant doen. Dat we krijgen plaats nog voor andere kraaltjes. Light green ceramic. Dat is deze. Dat is mooi. Light green ceramic. Dat is alle nieuwe kleurtjes. Maar oude kleurtjes hebben we ook. Nog een voorraad, jullie kunnen ook kijken. En ze zijn 25 mm. Het is nieuw gekomen, maar wij hebben nu ook 18 mm. Die glas cabochons par Boeken. Het is ook mat oud zilver spotted kleur. Het is heel mooi, een beetje groen. Volgens mij dat is een beetje groen zwart. Heel mooi.
Ja. En nog twee schone kleurtjes liggen op mijn tafel. Het is amethyst gold ceramic look. Ja. Dat is zo. Oh, dat is mooi bling bling. Ja. En nog eentje klassieker. Het is beige. Ik ga ook tonen. Het is een beige kleurtje. Zoiets. Het is cabochon, zwart poeka. $5.20. En deze week, we hebben een special deal. Is kennismaking korting gegeven. Het is 30% voor cabochons per poeka. Dus take a chance. Dit is deze week. Deze speciale korting. Wat heb ik nog op mijn tafel? Ik kan misschien direct tonen. Het is Swarovski, nieuw. 2,5 mm sapphire. Light siam en peridot. Het is tupis of bicons. Ik weet niet, als we nemen... kan zijn bij preciose, dus ze noemen dat rondel, dat is eigenlijk die vorm, zoals op de verpakking. Dus deze vorm, peridot is al open, gaat doen. Het is heel heel klein, kraaltjes van 2,5 millimeter. Ik ga misschien nog sapphire tonen. Die ook mooi. Voilà. Voilà. Dat is een kleurtje. Ik ga dichtbij tonen. Een kleintje, zie. 2,5 millimeter. Ja. Dat ik heb getoond. Wat is nog? Ik ga zo van Puka naar Swarovski. Ik ga direct Swarovski nog tonen. Het is veel gekomen, growing, veel soorten van growing kristal gekomen. Ik ga mijn doosje halen. Growing, dat is alles. Van de growing kristal. Het is 6925. Die nummer. Dus als je zoekt die nummer op onze site, kan je makkelijk dat vinden. Growing Crystal. En we hebben al op de site veel. En er is nog extraatjes bijgekomen. Extra kleurtjes. En... Dat is wel, ik vind het een nadeel op YouTube. Ik kan niet zien voorlopig de commentaars. En ik zie dat slotje. Als iedereen kan mij zien, want hier is dat soort slotje hangt. Oké. Dat is goed. Oké. Wat hebben wij van Growing Crystal? Want die speciaal is het is 36 mm. Een kristalkleur. Ja, hier is al een kristal, dus eentje open. En deze design van Nederlandse topdesigner Iris van Gerpen. Ik heb al verteld deze week, voor de mensen die al gekeken onze livestreams. Dus, en nu ik toon. En normaal, die stielen, we hadden al in onze collectie. En nu we hebben extra bij besteld, want... nee, dat is ook iets uniek. Zo speciaal is. En deze is kristal 36 mm, maar wij hebben nog in een kleiner formaat 26. En bijvoorbeeld, we kunnen combineren zoiets. En het kan een leuke combinatie zijn. Bijvoorbeeld oorbellen en hangertje. Maar eigenlijk 36, het is ook goed geschikt voor oorbellen.
zal moeten grotere eentje nemen met een ringetje ongeveer 8 mm. Dat gaat perfect met de chique oorsteek bijvoorbeeld. Het komt heel mooi. Ja, dat is kristal wat ik heb getoond. Dus kristal hebben we in twee formaten. 36 en 26. Ja, kristal. Wat hebben we nog? Jet. Een kleurtje hier hangt. Ja, wat hebben we nog? Dat is jet. Tadaam. Oh, la la. Ja, mooi. Zeg zo wil aanraken. Heel speciaal. Ik kan voorstellen, zo oorbellen bijvoorbeeld maken. Dat is direct zo statement oorbellen. Heel mooi. Voilà. Het is ook jet. Maar jet is enkele 36 mm. Hebben we ook Golden Shadow. Golden Shadow is bijgekomen, want Golden Shadow is uitverkocht. We hadden al die kleurtje in de Growing Crystal en het is nog bijgekomen. Ja. En nog nieuwtje, die hadden we niet, maar nu wel. Het is Crystal Abbey. Een beetje. Ja, is gelukt. Tada! Voilà. Dat is wel mooi. Mooi, mooi, mooi. Het is Crystal Abbey. En jullie moeten niet lang wachten, want dus in de verpakking is enkele 6 stuks in elk pakje. Dus ik kan niet zeggen dat we hebben heel veel. Maar ik ga direct zijn ze niet goedkoop. Maar dat was zo. Het is iets uniek. Oeps. En nu Swarovski stopt. Dus het is, kan zijn op is op. En het is leuk, bedoel voorraad te maken, bijvoorbeeld voor nieuwjaar of ik weet niet, voor een cadeautje voor iemand te geven. Met zo'n unieke stukken, het is echt speciaal. Speciaal cadeautje. Ja. Ik ga nog tonen die dingen. Het is Prinseskat. Prinseskat en nog. Queen Baguette. Ik ga misschien starten met Queen Baguette. Queen Baguette in aquamarine. Aquamarine kleur. Het is 13 mm. Het is zoiets. Mooie gefaciteerde hanger. Voor oorbelletjes, zeker. Zelfs voor armband. Dat is ook kleintje. Dus 13 mm gaat ook leuk accentje. Ja, ik heb klietje. Blauw klietje kan ook mooi zijn. Aquamarine. En dat is 38 mm. Ook Queen Baguette. Dat zullen we doen. Dat is ook Queen Baguette. En Queen Baguette. Dat is een kristalkleur. Voilà. Dat is gewoon, hè? Voilà. Die twee ik heb ik ook al getoond. Zo piramides al hier. Nu is Prinseskat. Prinseskat staat al online. Maar wel andere kleurtjes. En we hebben nog bijbestelde. Het is Crystal Abbey kleur en Silver Knight. Crystal, ik zie dat kleine verpakking al open. Ik kan misschien kleintjes ook tonen.
Вот это 16 миллиметр we have it now. And these very common clinches, that's 8 миллиметр. That's deform. Hangarche, so we might hatch it. That's maka kamupte hangar. That's crystal abi. And no hinchi, silver knight. Of си ни, so we scrape it. Си ни, silver knight. So it's yeah. So Met Swarovski, denk it is alles what equal tone. Kann noch tone Delos Parpuka. Nachteranstan, tada. Delos Parpuka, passaten mit Rose Tintus. Die zal verkocht ondertussen. Ah, nee, niet volledig, maar zal mensen die bestelden dan, want ze zijn al online. Delos Parpuka is al online. Op onze site. Ik heb ook gisteren dat toegevoegd op onze Facebook shop. Dus ook als jullie zien, jullie kunnen klikken en direct doorkomen naar onze Delos, ja, naar Parpuka kralen op de site. Als je klikt via, via Facebook, komen op de site direct naar Delos Parpuka. Dat is gemakkelijk. Voilà. Ik heb hier vijf kleurtjes. Het is pink opal luster. Roze, mooie roze kleur. Light roze opal luster. Mooi, zo niet wit, maar zo een beetje rozachtige wit. Mooie kleur. Dark pink opal brons. Die is nog niet open. Dus ik ga het zo tonen. Of anders kan ik open. En ook. En ook tonen. Oh, ik zie dat graag. Hè. Dus is mooi. Een beetje oude roze kleur. Ik weet dat veel mensen zien dat graag. Die oude roze kleur. Dat is mooi. Dus deze. Nog heb ik light roze opal brons. Ga dat ook open doen. Dat is een betere kleur om te zien. Dus zo. Check. Zoiets. Voilà. En nog. Dus eigenlijk, ik dacht het is roze, maar het is niet zo roze als ik dacht. Aan de kant doen. Het is opaque beige brons. Voilà. Dus. Dat is zo'n mooie kleur. Dat is misschien beter focus. Zoiets. Het is mooie speciale kralen. Delos Parpuka, die noemt. Met drie gaatjes. Zo, volgens mij, ja, ofwel dat lijkt op een kroontje. Ofwel aan een klein bootje. Papieren bootje. Dat is mooi. Ja. Natuurlijk, klassiekers hebben we ook besteld. Klassieker gold, dorado kleur. Het is koper gold maat, zo klassieker. Zilver natuurlijk, oei, zilver, dat zit niet in het doosje, maar zilver kleur hebben we ook. Ik heb het misschien aan de kant, ik heb gelegd. Ah ja, zilver, oh, sorry. Ik heb nog... hier is dus, zilver kleurtje hebben we ook en dat is roze gold, mooi. Dat is het klassiekers van jet kleuren. We hebben ook drie kleuren van jet. Dat is jet albi, klassieker jet opaque en ook jet mat.
Dat maar hebben wij ook. Ik zie dat niet direct, maar het is ook beschikbaar. Er wordt nog van klassiekers. Het is deze, Metallic Iris. Red mat, brons red mat, zo rode kleur. Dat is van klassiekers. Ja. En hier is nog een paar luster kleurtjes. Het is aqualuster. En het etiketje. En het is green luster. Dat is mooie kleurtjes. Ja. En natuurlijk specialetjes hebben we ook. Specialetjes, het is aquabrons. Aqua New Picasso, maar het is meer zo groen-zilver volgens mij. Dat is ja, niet zo aqua zoals deze. Ik bedoel, zoals deze blauw, dat is wel groenachtig. Hebben we ook aqua opaque green bronze. Dus deze schone kleur. Ja. En nog die specialeke, het is opaque beige nieuw Picasso. Voilà, dat is mooi. En de last but not the least, het is opaque beige brons. En ik zie al Matthias. Die geven aan mij die patroontjes van Puka, die Nederlandstalige patroontjes. Dat is ook belangrijk, want voordat Puka gaat enkele Franstalige en Engelstalige patroontjes, maar we weten dat Nederlands is ook belangrijk. Dus Puka heeft nu ook Nederlandstalige patroontjes en ik ga dat tonen. Ga je eens tonen? Dat is aan de kant. Dus Delos Parpuka, jullie kunnen al online vinden op onze site. Als jullie zoeken eerst Le Perlis Parpuka, dan jullie komen aan alle kraaltjes, like Minos, Samos, Amos en Ios en ja, die andere, en Cabochons ook daar. Dus jullie kunnen daar kiezen Delos Parpuka. En vergeet niet dat deze week is 30% korting voor Cabochons. Een enkele in week. Ja, wat hebben we nog? Dus patroontjes. Ik heb in mijn handen twee patroontjes. Dat is ja, hangers met Amos Parpuka. Voilà. Dat is zo hangertje maken. Maar het is ook, ik bedoel, hangertje voor de ketting. Ook een worden oorbelletjes of een ring kan ook worden. Zo, dat is de schema. Ja, patroontje. Dus ik zie dat is, ja, wat we hier Amos hebben we, rokaatjes en ook, ik zie de van 6 mm, SS 39, ik zie wel hier staat, ik zie hem omschreven, Strass 6 mm. Ja, Strass 6 mm, het is SS 29, die noemt bij, ja, bij de Strass-tientjes, is correct eigenlijk SS 29. Ja, wat hebben we nog? Hier is ook een heel mooi schema of patroon van de parels. En de parels, hier is, jullie kunnen zien, dat is een tasje afgewerkt. Maar jullie kunnen ook opregen op de draad en maken een ketting. Of een oorbelletje, dat kan ook. En het is met Samos Parpuka. Ja, ik ga daar kijken. Wat hier hebben we Samos, ja, toepies, ja, en rokaaitjes. Ja.
die dat ook staat bij Fireline 12 mm. 12 mm dikte. Kan zijn dat voorlopig, we hebben Fireline van 0,12 dikte is enkele smoke. Maar 0,15, dat lukt ook. Dus het is alleen niet zo'n groot verschil. Dus 0,3, dat is niet erg. Jullie kunnen ook werken met dat. En Fireline 0,12 kristal. Dus smoke is nog beschikbaar. En kristal komt in het midden van juni. Want wij bestellen normaal dat rechtstreeks van fabrikant. Ja, klopt. Fabrikant. Ja, dus zij maken op bestelling voor ons en komen ook grote spoelen van 1800 meter. Dus, dat is de laatste nieuws. En ik wil nog een keer wensen al iedereen gelukkig een fijne moederdag. En ik heb ook al hiermee cadeautjes en bloemetjes. En ik heb nog iets speciaals van Dominique Personen gekregen. Ja, van Dominique, van mijn kindjes natuurlijk. Deze speciaal cacao butter stick. Dat is eigenlijk lipstick, gewoon lipstick met cacao butter. Ik vond dat zo tof. Dus dat is zonder kleur. Ik had toch een zonder kleur, maar ik zie hier, heel speciaal eigenlijk, heel soft. Ja, dat is het cadeautje van mijn kindje. Kindjes, ja. Zoiets. Voilà. Dus alle nieuws en we gaan zien elkaar volgende week. Bedankt om te kijken. Altijd leuk als jullie duimpjes bijzetten en likes en subscribe voor onze channel. Welkom meer nieuw dingen. Oké, dag! Thank you.